Wat maakt het dat jullie als vereniging het museum een fietstocht organiseren? Nou ja, het bestaat eigenlijk al heel lang. En al van, nou, misschien vanaf de jaren 2000, maar niet dat ik er al zo lang bij ben. Maar ja, 2018 ben ik voor het eerst mee geweest eigenlijk. En doen jullie dat één keer per jaar of vaker? In principe doen we dat één of twee keer per jaar. En doen jullie dat altijd onder begeleiding van een gids? Nou, meestal verdiepen we onszelf in de materie waar we langs fietsen en waar iets te zien is om daar iets over te vertellen. Maar in dit geval, vandaag, gaan we dus naar Bredevoort. Daar is een meneer in Aalten die daar erg veel van weet en die hebben we uitgenodigd om een verhaal te vertellen daarover. En dat gaat dan over het klooster en over de geschiedenis van Bredevoort. Moeten de mensen zich van tevoren hiervoor opgeven? Nee, dat hoeft niet. En, maar we hebben gewoon een tijd dat we vertrekken en dan kijken we wie er zijn. En dan bel ik door naar de koffiestop hoeveel mensen of er komen. Ik kan niet alvast beginnen met koffie zetten. En kunnen ze met alle soorten fietsen meedoen? Met een e-bike en ook met een rolstoelfiets? Ja, dat kan. En als iemand met een rolstoelfiets meegaat, dan willen we dat wel graag van tevoren weten. Want dan kunnen we de route een beetje aanpassen her en der. Stel je voor dat de deelname heel weinig is. Gaat het dan toch door? Als het echt heel weinig is, als er maar 2 of 3 mensen zouden zijn, nou, dan weet ik niet of ik het door zal laten gaan. Maar ja, daar hangt zoveel aan af. Ook waar je daar natuurlijk met de pauze bent. En mensen wil je ook nooit teleurstellen. Dus dan, stel dat je maar met een paar mensen bent. Ik denk dat we dan ook wel gaan fietsen.